Het ministerie van Volksgezondheid heeft gisteren 12 volwaardige verloskundigen beëdigd en afgeleverd in de hal van Ons Huis. 3 van deze 12 verloskundigen behoren de RGD toe, namelijk Giselle Hasselbank, Simons Evita en Dukaran Madevi. De RGD is ontzettend trots en feliciteert de geslaagden met het behalen van deze mijlpaal. De rioleringswerkzaamheden aan de Vluestraat, strekking Abraham Samsonstraat en Pomgemaal Benjaminstraat lopen vlot. De duikers zijn geplaatst en momenteel wordt gewerkt aan de wegfundering als voorbereiding op de asfaltwerkzaamheden. Indien het weer het toelaat, zullen de werkzaamheden eind juni 2023 afgerond zijn en kan de weg weer opengesteld worden. De bestratingswerkzaamheden bij het weggedeelte aan de Abraham Samsonstraat vanaf de inrit van de spoedeisende hulp tot de Kernkampweg lopen ook vlot. OW doet een dringende beroep op alle weggebruikers en overige belanghebbenden om rekening te houden met de verkeerssituatie in het gebied. Het Openbaar Ministerie heeft een vervolgbespreking gehad met de goudopkoop- en exportbedrijven over de hoge concentratie kwikdamp boven Paramaribo. In deze vervolgbespreking hebben de verschillende goudopkoop- en exportbedrijven, het NIMOS, het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu, de districtscommissarissen en de deviezencommissie deelgenomen. Het NIMOS heeft de minimale voorwaarden waaraan de goudopkoop- en exportbedrijven zich moeten houden bij de uitoefening van hun werkzaamheden opgesteld en gepresenteerd. De goudopkoop- en exportbedrijven hebben hun feedback gegeven.